stiekem denk ik dat er wel ergens iets zit van dat je je toch wat extra wilt bewijzen tegenover alle anderen om te laten zien van dat je het ook kan. Door een ergometertest ben ik benaderd door de coach na 2 weken voor het Nederlands kampioenschap indoor met de vraag of ik Nederlands kampioen wilde worden. Toen heb ik een paar keer getraind op een ergometer, dus een ruwmachine. En het toernooi heb ik dus gewonnen toen. En vanaf daar is het eigenlijk heel snel gegaan. Ik ben ermee doorgegaan toen met roeien, omdat ik het eigenlijk wel heel erg leuk vond. En toen ging het eigenlijk allemaal snel. Ik pak even een tapeje over mijn vingers heen. Ik ben nogal blaaggevoelig namelijk. Dus als ik, vooral met drukke trainingen, dat ik dan meestal flink wat blaren oploop. Dus dat doe ik altijd even voorkomen met een kort tapeje. Vanaf het eerste moment dat ik ben gaan trainen, ben ik heel snel beter geworden en ook vooral gewoon sterker. Waardoor ik nationaal eigenlijk al afgelopen jaar ongeslagen ben geweest. En we ook heel snel samen in de dubbel 2 dat we internationaal mochten gaan roeien om ons op die manier te bewijzen. Goesenaar Corné de Koning is een natuurtalent in het aangepaste roeien. Samen met zijn roeipartner Esther van der Loos behaalde hij dit jaar een 5e plaats bij het WK in Zuid-Korea. En dat terwijl ze pas een jaar samen in de boot zitten. Momenteel zit ik in een schema waarin ik ongeveer 10, 12 keer in de week train. Dit doe ik ook nog naast mijn baan die ik heb. Dus ik heb nog een baan van 30 uur, dus dat maakt het voor mij eigenlijk best wel druk. Ja goed, dan is het 10, 12 trainingen in de week dat ik dan doe, waarbij ik op de roeimachine zit. 2 dagen in de week minimaal dat ik hier in Amsterdam zit om te trainen. En nog mijn losse trainingen die ik doe in de sportschool. Ik heb een aangeboren beenlengteverschil in mijn linkerbeen. Die groeit amper tot niet, groeit die mee. En ik heb dan nu een verschil van 30 centimeter ongeveer in mijn bovenbeen. En dat compenseer ik doordat ik loop met een orthese. Dus dat is eigenlijk een soort van verlengstuk. Het is een heel sociaal figuur. Wij hadden vanaf het begin ook gelijk een klik. Hij is ook recht door zee en gaat ervoor. Afgelopen jaar zijn we in Korea 5e geworden. En nu volgend jaar is het WK hier in Amsterdam. En het doel is uiteindelijk gewoon om daar op het podium te komen. Dat is nu het doel voor nu aankomend jaar. Maar ons einddoel is toch wel ook gewoon om naar Rio te mogen voor de Paralympics. Volgens mij februari of maart zijn wij voor het eerst in de boot gezet. En ik moest dan op slag zitten en hij achter me en het was 1 plonspartij. En ik denk, oh, we gaan om in het koude water. Ik vond het echt helemaal niet fijn. En hij zat maar, oh, ik roei relaxed. Maar daarna is het gewoon veel verbeterd. En we zijn meer met elkaar in de boot gegaan. De eerste wedstrijdjes geroeid en... Maar vanaf het begin was het al gelijk een klik. Ja, absoluut. Je merkt bijvoorbeeld, als je op internet leest het toch al een beetje en zo. Want als je de juiste pagina's en zo, dan zijn ze toch wel heel erg bezig met Rio. En het begint allemaal gewoon te leven. En je ziet ook gewoon bijvoorbeeld de baan waar het allemaal is. En dat ik wel zoiets heb van, goh, hoe stoer zou het zijn om gewoon over een paar jaar daar ook gewoon te staan. Momenteel worden we eigenlijk niet ondersteund. Dus alles wat ik nu doe is eigenlijk gewoon volledig op eigen kracht. En dat maakt dus ook gewoon nog wel dat ik gewoon eigenlijk bijna een fulltime baan hiernaast heb om eigenlijk te kunnen zorgen dat ik nog kan sporten. Op woensdag en donderdag train ik standaard in Amsterdam. Ik heb dan het geluk dat ik hier ook wel gewoon een vrij uitgebreid netwerk heb. En ook gewoon mensen waar ik hier van woensdag op donderdag kan overnachten, zodat ik niet heen en weer hoef te reizen. Maar goed, ik leg op wekelijkse basis leg ik toch zeker wel, maak ik vele kilometers. En dat, er gaat veel tijd in zitten, maar ook gewoon naast dat gaat er ook veel geld in zitten. We zijn vandaag in Sporthal Zuid. Dus het Nederlands kampioenschap indoor roeien gaat hier plaatsvinden vandaag. En
Ja, dus voor mij nu een jaar geleden dat ik vorig jaar had ik hier mijn eerste wedstrijd. En nu ga ik hier mijn titel verdedigen en hopelijk weer de kop pakken. De spanning ligt best wel hoog. Het wordt pittig. Het is hier behoorlijk warm ook. Dus ik het gaat een zware opgave worden. De ergometer is eigenlijk het minst leuke onderdeel van het roeien, want het liefste ben je eigenlijk gewoon buiten, lekker op het water. En ja, de ergometer, je zit eigenlijk gewoon stil op één plek. Je ziet eigenlijk gewoon constant dezelfde muur of hetzelfde uitzicht. Het ligt maar net waar je naartoe, waar je naartoe gericht staat. Maar het is eigenlijk gewoon ontzettend saai. Even omschakelen, omdat ik ja, normaal gesproken ook nog best wel veel met vrienden en zo van die afspreken, wat drinken en ja, gewoon sociale contacten. Maar dat is nu wel het afgelopen jaar is dat heel erg sterk minder geworden, omdat je gewoon ja, je prioriteiten moet stellen op wat je wilt gaan halen. Er niet in, nee, helaas. Een kleine domper, maar wel een PR met 4 seconden verbeterd, dus wat dat betreft wel tevreden. Ja, in het begin is het wel heel moeilijk, want je moet dan toch even ja, keuzes gaan maken of je nou wel of niet naar een verjaardag gaat of dat je nou wel of niet naar een feestje gaat. En ja, in het begin is die keuze altijd eventjes lastig, omdat je dan toch ja, je mist een heleboel dingen. Je mist ook gewoon om je heen mis je gewoon een heleboel dingen. Omdat je constant ja, eigenlijk gewoon gefocust bent op één doel en daar volledig in opgaat. Dus alles eigenlijk ja, de laatste maanden bijvoorbeeld voor het WK is eigenlijk alles langs me heen gegaan. En je bent eigenlijk alleen maar bezig met ja, trainen, eten, slapen en af en toe nog een beetje werken wat je dan daarnaast doet. Beste eigenschap. Ik heb een enorm doorzettingsvermogen. Als ik iets wil behalen en ik sta er helemaal achter, dan ben ik ook gewoon bereid om eigenlijk gewoon voor de volle 100% ervoor te gaan. Of eigenlijk voor de volle 150% gewoon om ergens volledig op te focussen om dat doel te behalen. Nee, eigenlijk nu toch wel op de prestatie die ik eigenlijk gewoon heb behaald in het afgelopen jaar. Dat is eigenlijk nu momenteel hetgene waar ik wel het meest trots op ben. Dus de sportieve prestatie en eigenlijk ook gewoon daarin laten zien dat met heel veel discipline en heel veel doorzettingsvermogen je eigenlijk ja, grote dingen kan bereiken in een hele korte tijd.